Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Baby Reuspaus. Vandaag gaat het hopelijk een leuke aflevering worden, want we zijn op dit moment heel goed bezig. In ieder geval, de vorige aflevering waren we heel goed bezig. We staan op dit moment 7e met Pek Zwolle, dus we zijn mooi wat plekjes gestegen. En wat misschien nog wel mooier is, is dat we gewoon eerste staan in de topscorerlijst. We hebben 15 keer gescoord in 16 wedstrijden. Dus we lopen net niet 1 op 1, maar wel gewoon bijna. Dus dat is wel echt heel erg netjes. En we willen natuurlijk kijken of we dat in deze aflevering vast kunnen blijven houden. De volgende wedstrijd is tegen Almere City. En volgens mij staan die laatste. Één na laatste staan die. Dus die moeten we eigenlijk wel gaan winnen, die wedstrijd tegen Almere City. En daarna moeten we tegen... RKC dacht ik even snel te zien. Dus daar moeten we dan zo meteen tegen. Dus als het goed is, kan dit wel een goede aflevering worden. Want dat zijn niet de twee allerbeste tegenstanders. Maar ja, je weet het nooit. Het is en blijft een spelletje. Soms gaat het goed, soms gaat het slecht. En ik hoop dat het nu goed gaat, maar zul je zien dat we nu echt gewoon grandioos gaan verliezen deze twee wedstrijden. Ik hoop het in ieder geval niet. Maar voordat we de wedstrijden gaan spelen en gewoon lekker een leuke aflevering van gaan maken, wil ik jullie eerst vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 500 likes zou nice zijn, want er komt de video wat meer bij aanbevolen. Vandaar dat ik er ook om vraag. Zelfs als met comments, laat lekker een comment achter van wat ik moet gaan doen met deze serie. Dat helpt gewoon voor het algoritme van YouTube dat de video wat meer bij aanbevolen komt. Vandaar en abonneer, want dan blijf je gewoon op de hoogte van mijn video's. Dan gaan we nu door naar de comments, want deze was van Joost, die zei dit. Ik kom net uit school en als ik dan een babyreus aflevering zie, ben ik super blij. Blijf zo doorgaan. Dankjewel Joost, leuke comment. Dan hoop ik dat je nu ook terug van school bent gekomen en dat je nu ook zin hebt in deze aflevering. En hier nog een comment, ga naar Liverpool. Want ik heb natuurlijk verschillende clubs waar ik naartoe kan gaan. En er was hier ook iemand gaan na Pek Zwolle naar AC Milaan. Dat zei ook Joost. Ja, Joost is een trouwe kijker. En dat hebben we hier trouwens ook als beoogde club. We hebben hier meerdere teams. Maar AC Milaan is dan misschien wel de beste. En is misschien ook wel leuk. Want ik ga altijd naar de Premier League en ik ga nooit naar de Serie A of zo. Dus we kunnen dit wel als beoogde club maken. En dan moeten we schoten op goal, moeten we de 200 hebben. Wedstrijden in de basisopstelling, daar gaan we wel goed. Gemaakte doelpunten moeten we 52. Meteen raken doelpunten 1 op 1. Die hebben we al. Vrije doelpunten, die is optioneel. Dus dat hoeft niet per se. Maar we moeten eigenlijk wel die gemaakte doelpunten en schoten op goal moeten we wel gaan maken. En je kan je salaris bijwerken. Maar ja, dan worden de statistieken alleen maar hoger. Dus waarom staat dit zo hier? Misschien als ik mijn salaris te hoog doe, dat dan komt. Dan moeten we 80 doelpunten maken als je nog heel veel salaris erbij wil. Ha, nee, dat gaat niet lukken. Maar ik heb nu even AC Milan als beoogd team. Dus dat moet vast wel goed komen. Maar laten we de wedstrijd tegen Almere City maar gaan spelen. En eens kijken of deze gewonnen kan worden. En zijn we bijna niveau omhoog? We zijn halverwege niveau 18. Als we een beetje goed spelen en we kunnen nog trainen, kunnen we misschien niveau 19 halen nog in deze aflevering. En dan kunnen we misschien nog 80 beoordelingen halen. Dat zou wel heel nice zijn als dat gaat lukken. Dat we gewoon de 80 beoordeling gaan halen. Dat is wel echt hoog, helemaal voor Pek Zwolle zijnde. Oké, we hebben trouwens echt super makkelijke opdrachten in deze wedstrijd. We hebben zeg maar voor het toy 3 paas op de helft van de tegenstander. Die is makkelijk. Dribbel, succespercentage is ook makkelijk. Een 8,5 als cijfer halen, dat is makkelijk als we een keertje scoren. Als we niet scoren, dan is een 8,5 halen wel heel moeilijk. Maar die pasen, dat is altijd lekker. Kijk, ik kan nu gewoon een paar keer de bal pasen. En dan heb ik die opdracht nu al voltooid. Dus daar hoeven we nu al geen rekening mee te houden. Maar ja, we gaan ook lekker qua aanval. Dus misschien zit hier ook meteen wat in. Niet echt. Of toch wel. Hier, paas maar. Oh, dat was een overtreding. Nou, dan ben ik benieuwd of dit een rode kaart gaat worden. Want dit is wel zo'n animatie voor een rode kaart. Gaat dit een rode kaart worden? Ja, oh nee, het wordt geel. Oh, dit is uit de view van de scheidsrechter. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Dat ziet er wel grappig uit. Maar we kunnen schieten als babyboos zijnde. En als ik ergens geen verstand van heb, dan is dat vrij trappen. Ik ga het gewoon proberen. Ik schiet gewoon en dan zie ik wel wat er terecht van komt. Dat was echt heel slecht. Ja, het was wel een schot op goal, maar daar houdt ook alles bij op. Oké, daar gaan we dan. Hier steken. Ah, doe dat dan eerder. Oké, we krijgen nu alsnog de bal. Dan kunnen we schieten vanaf afstand. Ho, dat was bijna weer zo'n wereldgoal. Dat had ik in de vorige aflevering ook al zo'n wereldgoal. Maar deze gaat er net niet in. De volgende kant, die wordt geblokkeerd.
Nou, het is ondertussen al rust. Er is bijna geen kans geweest. We hebben één keer die afstandsschot op de lat gehad. En daarna hadden we nog een keer rebound of zo. Maar dat was het ook al. Echt zeer weinig kansen. Desalniettemin hebben we wel 2 van de 3 doelstellingen al gehaald. Maar dat zei ik aan het begin van de wedstrijd al. Dat we echt vet makkelijke doelstellingen hebben. Dus dat is wel lekker. Dus dan krijgen we wel gewoon lekker pluspunten. Maar ja, die 8,5 als cijfer, dat kan nog wel pittig worden. Als we natuurlijk niet gaan scoren. Maar misschien gaat dat nu gebeuren. Ja, dan moet ik hier even de bal krijgen. Hier, paas maar. Dan ga ik even een power shot doen vanaf hier. Want daar hebben we de tijd en ruimte voor. En dat was een hartstikke lekker schot. Alleen net niet hoog genoeg. Had nog iets hoger gemoeten, dan was hij misschien de kruising ingevlogen. Oké, hier, Baby Bouse. Dit kan iets worden. En die gaat rakelings voorlangs. Oké, we beginnen de kans iets te krijgen. Oh, die werd nog aangeraakt. Oh, die was er dan anders misschien gewoon ingevlogen. En wat voor corner dit nou is, dat weet ik nou ook weer niet. Maar je paast die bal hier maar naartoe. En dan kunnen we misschien een nieuwe aanval creëren. Dat zou mooi zijn. Dank u wel. En dan ga ik gewoon een keertje voorgeven. Dat doet Baby Bouse nooit. En dat was niet eens zo heel slecht. Alleen, er liep niemand tegenaan. Hier, nieuwe corner, nieuwe kansen. Dan doen we natuurlijk weer even mijn oldschool techniek. En dat werkt tot nu toe. Alleen met links schieten, dat blijft nog wel een probleem. Ik moet echt een keer binnenkort mijn weak foot gaan upgraden met Baby Reus Bouse. Want die heeft op dit moment echt een super slechte weak foot. Hij schiet met links echt alles grandioos naast. Oké, zo heel lang hebben we niet meer. Maar dit kan nu wat worden. Oh, die bal die komt net niet aan. En dan hebben we weer een corner. Of ja, net wel. Oké. Oh, dit wilde de hele tijd net niet. Desalniettemin staan we wel gewoon een 7,7 als cijfer. Dus we spelen helemaal niet zo heel slecht. Nu hebben we wel voor mijn goede been liggen. En kijk, dan gaat hij ook meteen op de lat. Dat was al zoveel beter schot dan met links net. Alleen jammer dat hij er nu net niet in vliegt. Het wil gewoon de hele tijd net niet lukken. Dat is wel balen. De wedstrijd is ondertussen bijna voorbij. Het is Almere City die nu gewoon nog een corner heeft. Ik wou net zeggen, zul je altijd zien, maar we zijn er nog niet uit. We zitten nog steeds in de aanval. Of nee, in de verdediging. En oeh, dat ging nog maar net goed. Ik denk dat het gelijkspel gaat blijven. En daar ben ik op dit moment ook wel tevreden mee. Want ik ben nu banger dat we nog gaan verliezen, dan dat we zelf nog gaan winnen. Ja, en inderdaad, het blijft gelijkspel. Nou, prima. Goed genoeg. In ieder geval weer 1 puntje erbij. We hebben niet verloren. Maar Almere City staat 1-1. En eigenlijk hadden we hier meer mee moeten doen. Maar als we de tabel erbij pakken. We hebben gelijk gespeeld. Dat is +1 erbij. Dus dat is dan wel lekker. En we hebben 0 goals tegen. Ja, we hebben ook niet gescoord. Maar ook 0 goals tegen. Dus daarom krijgen we ook +1 erbij. Dus we hebben nu +2 er in totaal bij. Het is niet bizar veel. Maar het is toch wel weer even lekker meegenomen. Dus dan zijn we nu 65 kilo. Ja, dan moet ik het even goed doen. Nog een klein tikje erbij. Af en toe schiet je er heel snel voorbij. Oh, wat is dit, jongen? Ik wil 1 erbij. En heel iets terug. Ja, dit is goed. Oh nee, nu heb ik het niet goed gedaan. We moeten weer 65. Ik moet wel dan op... Ah ja, zo. Nu kan ik het goed opslaan. Oké, top. Wat hebben we wat werk, maar dan heb je ook wat. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. En deze moet dus eigenlijk wel gewonnen worden tegen RKC. En we moeten 2 keer achter elkaar tegen RKC. Dat had ik laatst ook al tegen PSV. En nu blijkbaar ook tegen RKC. Dan moet ik in de beker tegen RKC. Maar dus blijkbaar ook in de competitie. We staan ondertussen 8e. Stonden we niet 7e? Nou, dat zou kunnen. Maar ja, maakt allemaal niet uit. We moeten nu tegen RKC. Die hebben 15 punten, dus dat is de helft wat wij hebben. En die staan nu 1-1. Almere City is trouwens best wel gestegen. Die heeft dus blijkbaar nu gewonnen. Dus nu moeten we weer tegen de nummer 1-1. Weer 2 keer achter elkaar tegen de nummer 1-1. Dan hoop ik dat het nu wat beter gaat. En als we nu een goede wedstrijd spelen, denk ik wel dat we wat skill points gaan krijgen. En dat we niveau omhoog zijn. Dus dat zou wel nice zijn als dat gaat lukken. Maar ja, eerst even kijken wat voor verhoogd doel ik krijg. Conversiepercentage, die is echt heel shit. Dribbel succespercentage is wel nice. Voor degenen die het niet weten, die conversiepercentage, dat is zeg maar de hoeveelheid procent van jouw schoten een goal moet zijn. Dus dat is 60%. Dus dat betekent dat 60% van mijn schoten ook daadwerkelijk een goal moeten zijn. Dus dat is gewoon meer dan 1 op de 2 schoten moet dan een goal zijn. Dat wil gewoon nooit. Ik snap niet dat dat zeg maar een doelstelling is. Dan kan je gewoon bijna niet schieten. Dan moet gewoon bijna alles rechtstreeks een goal zijn. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet alles hebben. Oh, dat was goed gedaan. En dit is ook goed gedaan. En dat is nog beter gedaan. Hey. Oké, nou, op deze manier ga ik de conversiepercentage wel halen. Oh, wat voor celebration is dit nou weer?
Ik drukte gewoon wat knopjes in. Maar dit is mijn eerste schot en ook meteen een goal. Goeie dribbel, goed geschoten. En hij was eigenlijk wel houdbaar voor de keeper. Maar slecht gekiept. Maar dat is voor mij niet erg, want dan hebben we in ieder geval een goal erbij. Ja, dit is een lekker begin van de wedstrijd. En dan hebben we die conversiepercentage dus nu inderdaad 100%. Want we hebben 1 keer geschoten en dat was ook een goal. Oké, hier, dank u. En hier, volgende kans. En kijk, nou, die ging dus naast. Ik heb wel geschoten. En dan kunnen we nu kijken naar mijn conversiepercentage. Die is nu 50%. Dus nee, die 60%, dat is echt veel te moeilijk. Nou, ik ga daar ook niet proberen daarvoor te gaan. Want dat betekent dat ik heel voorzichtig moet zijn met schieten. Maar ik vind het juist leuk om te schieten. En dat wou ik nu ook doen, maar dat ging niet helemaal goed. Maar ja, als je echt puur op die conversiepercentage wil gaan, dan ga je alleen schieten als je bijna zeker weet dat je gaat scoren. En dan ga je gewoon heel weinig schieten. En dan wordt de wedstrijd niet leuker van. Boom! En ja hoor, dat is de volgende! Een 10 als cijfer en we hebben 2 keer gescoord. Dus we kunnen ook nog een hat-trick maken als we zo doorgaan. Dus dat zou helemaal nice zijn. Goeie wedstrijd! Dat mag ook wel naar de vorige tegen Almere City. Want die ging wel echt heel erg slecht. Maar gelukkig maken we nu weer iets goed. En dan kunnen we misschien nu echt topscorer worden van de Eredivisie. Want dat zijn we nog helemaal niet geweest. Want elke keer waren we gedeeld topscorer. Want vorige aflevering hadden we dezelfde aantal goals als Lozano en nog een speler van Feyenoord volgens mij. Dus we stonden niet echt los. Maar misschien na deze wedstrijd dat we wel losstaan. Gaan we zo meteen eventjes checken. 2-0 met rust. 2 keer Baby Bouws. Perfect, perfect, perfect. Het kan nog op 1 manier beter. En dat is dat we in de tweede helft nog 1 keertje gaan scoren. Trouwens, conversiepercentage is nog steeds 50%. Dus dat betekent dat we nu 4 keer hebben geschoten en waarvan 2 goals waren. Dus stel in deze tweede helft heb ik 1 schot en 1 goal. Dan heb ik nog die 60% gehaald. Zullen we dan toch proberen? Ja, we hebben nu toch al 2 keer gescoord, hè. We zouden het kunnen proberen. Nou, ik ga er niet te veel op focussen. Maar als het zou lukken, zou het toch wel grappig zijn. Zit ik zo te zeuren over die conversiepercentage dat dat nooit lukt. Dan zullen we zien dat het wel gaat lukken. Oké, hier moeten we de bal krijgen. En dan wil ik hem hier terug hebben, want dan kan ik schieten. Hier, paasdaal, jongen. Had dat dan veel eerder gedaan. We kunnen hier afkappen en dan hier tussendoor. En dit was net te veel. Ik had die bal iets eerder moeten krijgen. Ja, ik wil nu eigenlijk alleen schieten als ik zeker weet dat ik ga scoren. Om dan stiekem toch nog die conversiepercentage te halen. Misschien kunnen we die ene kans dan nu krijgen. Ja, even hier doorkappen. En dat gaat net niet goed. Ja, ik ga nu allemaal kansen verprutsen omdat ik die conversiepercentage wil halen. Oh, dit is eigenlijk heel dom. Oké, babyreusbouws. Dan gaan we nu nog 1 laatste actie doen. En nu ga ik het gewoon proberen. Dan moet ik wel even tot een schot komen. Ah, ik schiet wel gewoon. En oh, dat was met buitenkantje voet. Ja, die conversiepercentage had ik anders toch niet gehaald. En deze bal die ga ik niet meer krijgen. Nee, dat gaat de scheids nu affluiten. Nou ja, conversiepercentage niet gehaald. Voor de rest prima wedstrijd. 2 keer gescoord. We hebben gewonnen. Dus die 3 punten zijn weer in de pocket. En we hebben 0 goals tegen. Dus dat is natuurlijk ook goed voor de statistieken. Want als we de tabel bekijken. Hebben we gewonnen. Dat is +2. Geen hat-trick. Dat net niet. Dat is jammer. Maar ook 0 goals tegen. Dat is ook +1. Dus we hebben in totaal +3 erbij. Dus dat is wel eventjes leuk meegenomen. Hé, hey, en we hebben een vaardigheid erbij. Dan kunnen we even gaan kijken. Dan moet ik even kijken wat er handig is. We kunnen wel acrobatisch doen. Dan kunnen we nauwkeurig met acrobatische volleys schieten. Dus misschien ook met omhalen en zo. Misschien dat dat dan ook gaat lukken. Dat zou wel leuk zijn. Huh, wat zit Bouws daar raar bij? Oh, dat was die celebration die hij deed. Dit is echt een hele rare foto op deze manier. We hebben trouwens 3 skill points die we ook kunnen gaan opmaken. Gaan we dat eerst even doen, want met een beetje mazzel kunnen we dan nog eentje omhoog gaan qua beoordeling. Ik zal fysiek wel een keertje gaan upgraden. Want dat heb ik tot nu toe nog niet heel veel gedaan. Dan wordt stamina wat beter. En zijn we nu 80 qua beoordeling? Nee, dat nog niet. Maar we mogen natuurlijk vanwege de wedstrijd van net sowieso +3 erbij krijgen. Dan doe ik weer wat kilo's erbij. Dan doe ik, dan mogen we 68 kilo. Zo moet ik het zeggen. Ja, dan hebben we echt weer vet veel upgrades gedaan. Gaan we ook even kijken of we nu inderdaad topscorer zijn. En dit is van de beker. Ik wil even van de Eredivisie zien. We staan los! Hey, Lozano heeft de goal minder! Hey, lekker hoor! Dus dat betekent dat we nu officieel topscorer zijn van de Eredivisie. En trouwens, van de beker zijn we ook gewoon topscorer. Dus dat is ook wel nice. Maar het gaat gewoon hartstikke goed bij PEC Zwolle op dit moment. En dit was de vorige wedstrijd in de beker. Maar ik wil eigenlijk de competitie even zien. Oh, dit is van de Eredivisie. We staan 8e. Dus we staan nog steeds een beetje middenmoot. Maar de subtop komt wel iets dichterbij. Weet je,
Uiteindelijk wil ik een beetje tussen de top 4 en top 8 komen. Dat zou een mooie plek zijn. En we staan nu 8e, dus in dat opzicht gaat het goed. Maar een paar plekjes hoger zou mooi zijn. Kijk, top 3 gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar onder de top 3, dat zou gewoon al heel nice zijn. Maar dit was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie hebben genoten. We hebben trouwens nog een activiteit die we kunnen gaan doen. Ik complimenteer mijn teamgenoten weer. Ik ben een hele sociale jongen. Ja. Maar ik bedank jullie voor het kijken. Ik wil jullie graag zien bij een volgende aflevering. Dat zou mooi zijn. Maar dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de bouwsarbeid kleding. Hey.